7 tot 10. Harde gitaren. En het gaat van rock'n'roll tot hard rock, grunge, gothic, punk, heavy metal. Het wordt steeds harder. Iedere maandagavond van 7 tot 10. Delta FM Black Monday. En het gaat steeds een stukje harder. Delta FM Black Monday. Hele goedenavond, welkom bij Black Monday Radio hier op Delta FM. Tofu Tim hier, fijn dat je luistert en meekijkt naar deze uitzending. Dit uur gaat zoals aangekondigd vol zitten met vegan metal hardcore Harry Benz. En uiteraard ga ik ook weer proberen om veel te vertellen over het veganisme en dierenrechten. Precies een jaar terug, dat was ook midden in november, Wereldveganisme Maand. Toen heb ik ook zoiets gedaan hier bij Black Monday Radio. En voor vanavond wil ik dan graag tussen de nummers door wat gemeenschappelijke waarden met je bespreken. En dit zijn waarden die iedereen eigenlijk heeft. Hè? Gerechtigheid, compassie, respect, geweldloosheid. En waar dus als gedrag een veganistische levensstijl bij zou moeten horen. Daar zometeen uitgebreid meer over. Met ook de bijbehorende Harry Benz. En voor deze uitzending heb ik nu een keer wat meer bands van nu. Tegenwoordig bands. De klassiekers zoals Chokehold en Heaven Shall Burn. Die bewaar ik voor straks als ik nog wat tijd over heb. Mocht dat zo zijn. Nu dus een beetje wat ik zei. De bands van nu. Onder andere Vanguard ga je straks horen. Nieuwe band uit Texas, USA.
Clear Cut heb ik nu voor je klaarstaan. Verder nog Forward to Eden. EcoStrike ga je horen. Inclination. En wat had ik nog meer? Ja, X-Repentance X ga je nog horen. En ik zie wel, als ik straks tijd over heb, dan hoor je dus nog wat klassiekers. Hè. Dat kan ook zijn Maroon. Fijne Duitse metalband, vegan metalband was dat. Nu eerst dus, ik noemde ze net al, Clear Cut, oftewel Clear X Cut uit Duitsland. Dit is het nummer A Shadow Falls Across the Ravaged Land. Hier zijn bij Black Monday Radio, Clear Cut. Clear Cut met A Shadow Falls Across the Ravaged Land. Je luistert naar Black Monday hier bij Delta FM. Met het uurtje in het kader van de Wereldveganisme Maand hier Tofu Tim. En ik zei al, ik zou ook tussendoor nog even wat gaan vertellen over veganisme en over dierenrechten.
In principe is eigenlijk iedereen tegen dierenleed. Als je willekeurig mensen vraagt, bijvoorbeeld van goh, zie je iemand op straat een hond mishandelen? En dan vraag je jezelf af van grijp je dan in, ja of nee? En of je dan ook ingrijpt bij een ander diersoort. Hè? Als je dat iemand ziet doen, een varken slaan, mishandelen of schoppen, of een geit of een kip of een schaap of een eend. En dan in vergelijkbare situaties zullen de meeste mensen zeggen dat ze ingrijpen. En probeer je dus voor te stellen hoe het is voor de dieren. Hè? Onrecht, dat bekijk je altijd vanuit het perspectief van de benadeelden, van de slachtoffers. Je wordt gedwongen, zwangers gemaakt, je wordt verminkt. Een gezonde staart wordt bijvoorbeeld afgeknipt. Je tanden worden zonder verdoving uitgetrokken. Zonder verdoving word je gecastreerd bij biggetjes bijvoorbeeld. Gescheiden worden van je familie. Of ze te zien in het slachthuis vol angst stikken in je eigen bloed. En niemand wil dit. En dit wens je niemand toe. Vaak totdat het over het avondeten gaat. Want dan zegt men ja, maar je moet toch eten. Ja, stel je eens voor dat zulke gruwelijke belevenissen jou te wachten staan. Of je nu wel weet dat het gaat gebeuren of niet. Of je nu wel of niet een goed leven gehad hebt. Kijk, onnodig geweld gebruiken en onschuldige levende wezens doden. Terwijl dat totaal onnodig is. Dat zou eigenlijk illegaal moeten zijn. En kijk, als voorbeeld is naar de dieren bij je in huis. Je huisdier, zoals het dat dan heet nu. Hè. Zie en voel de ademhaling. Herken de emoties van je hond of kat of je konijn. Enthousiasme, liefde, blijdschap, herkenning, rust, pijn, etc. Je herkent de persoonlijkheid en karaktertrekken bij je hond, bij je kat, bij je konijn. Wat je dan ook als je huisdier beschouwt. En hetzelfde scala aan emoties vind je bij de dieren in de industrie. Bij de veehouderij die je eet en die je gebruikt. Of dat nou een kip, koe, varken, geit, schaap of eend is. Maar die negeren we voor het gemak. Hè? En daar staan we eigenlijk verder helemaal niet bij stil. Tot zover zelfs dat we ze niet eens zien als de onschuldige slachtoffers. Denk daar maar eens over na bij het volgende nummer. Ik heb voor je klaarstaan de brute vegan metal band Forward to Eden. Dit is het nummer Earth First. En dit is ook nog eens behoorlijk nieuw. Dus ook nog nieuwe herrie hier in dit vegan uurtje bij Black Monday Radio. Hier zijn Earth First. Go. We have become overconfident as a species. We ignorantly believed in our primacy over all else, over all other species, over our planet itself.
Ja, dat is een goede vraag. Will we overcome and survive? Je hoorde Forward to Eden met Earth First. En ik vroeg je om even na te denken tijdens dit nummer. Ik weet niet of je dat doet, of je dat gedaan hebt of nog gaat doen. Mijn vraag is, kun je inmiddels de connectie al leggen tussen het product vlees en een lichaamsdeel van een levend voelend wezen met eigen karakter dat niet dood wil? Net zoals je hond of kat, waar ik het voor dit nummer over had. En in de winkel dan ligt het is eigenlijk een hij, zij, in stukken ingewikkeld in plastic. Voorzien van allerlei zogenaamde keurmerken, beter levenssterren, enzovoort, enzovoort. Allemaal bedoeld om ons als consument beter te laten voelen bij het kopen van deze producten. Maar kijk nu eens in je koelkast op bijvoorbeeld een pak koemelk. Daar staan vaak blije koeien in een weiland op afgebeeld. En wat ze dan niet willen dat je ziet, in dit geval, is dat dus het kind, het kalfje van de moederkoe, vaak op de dag van de geboorte al wordt weggehaald. Met alle gevolgen van dien. En dat deze melkkoeien ook na een jaar of 5, 6 eindigen als hamburgers in de supermarkt. Is deze gruwelijke horrorindustrie enigszins te bevatten? Dat is mijn vraag in dit uurtje met vegan, metal en hardcore Harry. Ik ga gewoon nog even weer een fijn plaatje draaien, want die vorige die beviel erg goed. Die gasten die namen contact op met mij, had ik helemaal niet verwacht. Ik kende de band ook niet. Maar het is wel behoorlijk jaren 90 stijl, vegan, edge, metal. Forward to Eden. Check ze even uit als je dat gaaf vindt. En ze hebben ook een nieuwe single. En dat is dan weer een soort van crossover rap. Dat is ook wel weer bijzonder. Even checken uit, zou ik zeggen. Ik ga vrolijk voor je verder nu met Eco Strike. Ook een vette band. Dit is het nummer Sanctuary. Hier bij Black Monday Radio. Was dat hier bij Black Monday Radio Sanctuary, zo heette dat nummer. In het uurtje met vegan metal hardcore Harry hier vanavond. Het is weer november, ja, het is de hele maand al november natuurlijk. Maar november is Wereldveganisme Maand, oftewel World Vegan Month. Wat een fenomeen wat toch wel steeds
meer bekendheid aan wordt gegeven. Ik hoop dat ik daar aan kan bijdragen via de muziek, via de herrie vanavond. Ja, wat je doet als je veganist wordt, dat is je gedrag overeenstemmen met je waarden. En dat zijn de algemene waarden die iedereen eigenlijk heeft. Wat ik in het begin eigenlijk ook al vertelde. Gerechtigheid, compassie, respect, geweldloosheid. Maar wat eet je dan wel als je vegan eet? Het zijn maaltijden gebaseerd op en gemaakt van allerlei soorten groenten. Aardappels, pasta, rijst, alle soorten fruit. Peulvruchten, linzen, bonen, kikkererwten, et cetera. Zaden, noten en veel van die dingen die je al eet en gebruikt, die zijn al vegan. Dus in het feit is het helemaal niet zo'n hele grote stap. Kijk, de yoghurt wissel je bijvoorbeeld in voor plantaardige yoghurt. Koelmelk wissel je in voor plantaardige melk. Denk aan Oatly, Alpro, Rice Dream, havermelk, kokosmelk, rijstemelk, amandelmelk. Er zijn, volgens mij zijn er wel 20 varianten plantenmelk te vinden. En in plaats van vlees of gehakt of zo, dan koop je namelijk de plantaardige vegan variant, de vleesvervangers. En die kun je gemakkelijk gebruiken om over te stappen. En die gebruik je dan in gerechten die je al kent, die je al eet. Denk aan gehakt, aan burgers, balletjes, schnitzels, spekjes, worstjes. Eigenlijk alles wat je al eet, maar dan in de plantaardige vegan variant. En zelfs nu winkels als de Lidl en de Aldi, die hebben ze gewoon... Dat was volgens mij vorig jaar toen ik dit deed nog wel even iets anders. En ik zag zelfs bij Albert Heijn ook broodbeleg als ham, boterhamworst, salami, smeerworst, al die dingen. Dus het is, in dat opzicht is er heel veel bijgekomen het afgelopen jaar, dacht ik. Ja, en verder natuurlijk voldoende calorieën eten, vitamine B12 bijslikken, dat wordt ook aangeraden. Maar daarnaast ben je verder helemaal geen supplementen of wat dan ook nodig. En voor eigenlijk de luxe producten, waar ik net al een beetje zei, ja, bijvoorbeeld kaas of pizza's, ijs, toetjes, daar hebben winkels ontzettend veel, of in ieder geval steeds meer lekkere vegan alternatieven voor. En ook de restaurants hebben steeds meer vegan opties op de kaart. Elke grote stad heeft wel op zijn minst wel een vegan restaurant. Of in ieder geval dan vegan-friendly plekken, zoals dat dan heet, waar je dan terecht kunt voor lekker eten. Hè? En dat eten, dat is in feite maar een klein onderdeel van het veganisme. Veganisme gaat om dierenrechten. En dan kijk je dus ook naar alles waar dieren voor gebruikt worden en uitgebuit worden. Hè? Bijvoorbeeld dierenhuiden, de vacht, hè? Voor leer, wol, zwerden, et cetera. Voor sport, pleziertochten, dierentuinen. En naar producten die worden getest. Dus hè, de proefdieren, daar kijk je dan ook naar voor de cosmetica dingen en shampoo en al dat soort dingen. Maar daar is weer een hele uitzending op zich aan te wijden, want dat is mij dat is ontzettend gruwelijk. Kijk ook voor meer informatie even op veganisme.org. Daar kom je bij de NVV, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. Straks daar wel meer over. Ik heb natuurlijk ook fijne herrie voor je klaarstaan. En dat is nu van de band Inclination uit de USA. En straks nog meer uit de USA. Dat zal zijn Vanguard. Nou, eerst even deze fijne plaat dus. Into the Shadows. Hier zijn Inclination bij Black Monday. I could trust to a husk of emptiness.
it is. It's that, or we both better go do something else, pal. Yeah, Inclination met Into the Shadows hier bij Black Monday Radio. En mensen kunnen ook meekijken en mee chatten live via Twitch. Dan ga je naar twitch.tv/Black Monday Radio. Je kunt reageren, je kunt ook eventueel vragen stellen. Ik weet niet of ik meteen kan antwoorden. Dat kan anders wel aan het einde van dit uurtje. Dat ik er even naar kijk en dat ik er even voor ga zitten. Ga naar twitch.tv/Black Monday Radio. Normaal gesproken doe ik halverwege het uur een cover en dan mag je raden. Maar heb dus vanavond niet. Oh, jammer nou. Nee, vanavond is het allemaal vegan hardcore metal herrie. Ja, en mensen denken of zeggen dan wel eens van... ja, maar dan moet je helemaal perfect zijn. En dan kun je niet eens meer naar buiten. Maar straks dan stap je op een mier of op een vlieg. Ik zal het even verduidelijken. De definitie van veganisme. Veganisme is een levensstijl waarbij voor zover praktisch haalbaar... wordt afgezien van alle vormen... van exploitatie van en wreedheid naar dieren voor kleding of voor eten of voor andere doeleinden. En met gewoon alleen al het feit dat je leeft en consumeert, breng je al schade toe aan je omgeving. Hè? En echter is het overgrote deel van deze schade die we aanrichten aan andere levende wezens en aan de natuur compleet overbodig en totaal onnodig. En daarnaast dus heel gemakkelijk te vermijden door middel van een veganistische levenswijze. Dus dat even over de definitie. Ga ik nu voor je draaien. Een gloednieuwe band. Vette, brute, hardcore, metalcore herrie. Uit Texas, USA. Dit zijn Vanguard. En de nieuwe EP die staat inmiddels online. Kun je ook zelf luisteren op Spotify en op andere streamingdiensten. Dit is het nummer Under No Pretext. Hier zijn Vanguard bij Black Monday Radio. I don't know. Ja, Vanguard hoorde je daar. Ja, vette band. Under No Pretext was dat. Ja, en mensen zeggen heel vaak van... ja, jullie dierenrechtenactivisten, veganisten... jullie zijn zo opdringerig, je dringt de mening op aan iedereen. Hè, maar bekijk het eens vanuit de andere kant.
Als je vlees, zuivel en eieren eet, dieren gebruikt voor andere doeleinden, dan worden dieren gedwongen. Ze worden zwanger gemaakt, hè, verkracht. Hen worden kinderen afgepakt, de moedermelk wordt afgepakt. We dwingen ze om in vieze omstandigheden te leven, in hun eigen ontlasting. Ze worden gecastreerd, onder dwang, zonder verdorving en gemanipuleerd om meer eieren te leggen. Gestript van hun vacht, levend gekookt, als slaaf gehouden, het slachthuis in gedwongen. In de gaskamers gedwongen, er wordt op ze geëxperimenteerd. Hun hele leven wordt afgepakt op deze manier voor mensen die ze gebruiken en eten. En dan zijn zogenaamd dus de vegans en de activisten opdringerig. Nou, volgens mij ligt het net even anders. Denk er eens even over na vanuit het perspectief van de werkelijke slachtoffers. En je kunt misschien zeggen, dat zeggen mensen dan ook vaak, ja, hier in Nederland hebben de dieren een goed leven. Er wordt goed voor ze gezorgd. Dat zeggen mensen dan. Maar bovenstaande, wat ik dus net vertelde, dat zijn wereldwijde standaardpraktijken in de industrie en in de veehouderij. Dus hoe kun je dan zeggen van je dieren te houden terwijl je ze het slachthuis instuurt en de gaskamers instuurt? Goed, heel lang verhaal. Ik zal even een hele kleine korte samenvatting doen. Samengevat kun je met je kleine wijziging in de leefstijl kun je de vraag naar dierlijke producten verminderen door middel van vegan te kiezen, hè, plantaardig. En dat hoeft niet van de een op de andere dag. Je kunt langzaam beginnen door koemelk te vervangen met sojamelk, amandelmelk, havermelk, rijstemelk. En probeer een keer van die lekkere vegan alternatieven, burgers, worstjes. Ik had toevallig hotdogs dit weekend, rookworst, allemaal vegan en was erg lekker. Je kunt experimenteren met tofu. Is ontzettend veelzijdig. Probeer wat meer gerechten met peulvruchten. Hè. Denk aan linzen, bonen. Fruitsmoothies, et cetera. En tegenwoordig kun je echt bij elke supermarkt wel een vegan pizza vinden. Pasta's, ijs, chocola, burgers, noemde ik al. Noem maar op. Het is nu echt makkelijker dan het ooit is geweest. En serieus, elke vegan die zal je vertellen dat het een van de beste keuzes is die hij of zij ooit gemaakt heeft. En jammer genoeg kan ik je niet dwingen. Ik wou soms dat het kon. Zeker ook omdat de dieren niet langer kunnen wachten op dit langzame beginnen, hè. Maar ik kan je wel de logica erachter laten zien en erover vertellen. Ik leef zelf inmiddels nu al 20 jaar als vegan. En als ik het kan, dan kan jij het ook, toch? Geweldloosheid. Ik doe mezelf gerechtigheid, compassie, respect. Waarden die eigenlijk iedereen heeft of hoort te hebben. En waar als gedrag dus een veganistische levensstijl bij hoort. Voor nu in ieder geval alvast dank voor je aandacht. Ik ga zo nog even weer wat fijne herrie draaien. En tussendoor kom ik ook nog wel weer bij je terug. Wat nu klaarstaat is de band X Repentance X. Dit is nog een band van nu, van tegenwoordig. En daarna zul je horen Chokehold. Dat is een klassieker uit de begin jaren 90. Through Eyes Unclouded. Hier zijn X Repentance X bij Black Monday Radio. We'll be right back.
Ja, dat was een fijne klassieker van Chokehold uit 94, Burning Bridges, van het mini-album Instilled. En daarvoor hoorde je X Repentance X met Through Eyes Unclouded. Je zit nog in het vegan hardcore metal uurtje hier bij Black Monday Radio. Ik heb serieus wat tijd over, dat gebeurt echt niet vaak. Dus ga ik dan ook gebruik van maken om wat fijne klassiekers er nog doorheen te rachen. Wat je nu gaat horen is de Duitse band Heaven Shall Burn. En die waren er ook mooi op tijd bij. Ergens ook jaren 90 nog. Ja, de meeste klassiekers komen uit die tijd. Als je het hebt over vegan metal en vegan straight edge metal hardcore herrie. Toen waren er ontzettend veel bands die ook een beetje die stijl speelden. Maar ook dat gedachtegoed verspreiden. En daarom vind ik het ook heel fijn dat er nu ook best wel veel weer bands zijn die het doen. Vandaar ook mijn aandacht daarvoor. Dit uurtje. Heaven Shall Burn ga je horen met een oudje. Deze komt nog van hun tweede album destijds uit 2002. Het gelijknamige nummer Whatever It May Take. Hier zijn Heaven Shall Burn. Ja. Yeah. Moet Airwolf even omlaag. We'll be right back.
prachtig toch. Heaven Shall Burn hoorde je met Whatever It May Take. Fijne vegan straight edge metalcore metal herrie hier in dit uurtje. Ja, ik heb nog wat minuutjes over, dus die vul ik met klassiekers, wat ik ook al zei. Straks heb je natuurlijk nog een uur met Black Monday. Dan zit Frank achter de knoppen. Check. En ik had alweer gezien van tevoren dat hij met een ontzettend fijn nummer ging beginnen. Ja, ik wist dat die ging opvallen. Ja. Had ik eigenlijk wel verwacht. Oké. Nee, die is echt heel fijn. Dus blijf vooral luisteren. En er zaten natuurlijk nog veel meer fijne shit in. Zoals Six Feet Under en Dying Fetus. Ja, wel wat klassieketjes inderdaad. Ja, zeker. Ja, toch. Dus dat zometeen. Dus hou hem bij Delta FM vanavond tot 10 uur. Ik draai nog even wat fijne vegan klassiekers voor je. Nou ja, het is niet echt een hele ouwe. Dit is Maroon. En volgens mij bestaan ze niet meer. Ik weet het niet helemaal zeker. Voorheen heetten ze ex-Maroon X. Later hebben ze die X's weggehaald. Gewoon, er stond wat mooier, denk ik. Maroon. En toen zijn ze een stuk of 5 keer gestart. En toen kreeg je Maroon 5, denk ik. Annie. Nee. Maar dat ga je ook wel horen. Want dit is echt pure metal, hoor. Ah, dat is goed. En Maroon is ooit een keer op televisie. Op Nederlandse televisie geweest. Ja. En dat ging ook over het over dierenrechtenactivisme. Dat was echt super komisch. Dat was vast niet bij Paul de Leeuwen, niet? Nee, dat was die andere bekende presentator. Zo'n blonde gast, een beetje kort blond haar. Patrick of zo, weet je ook alweer? Ook van de NPO. Destijds was het Nederland 3. Oh. En die ging ook, ook met ze mee, zeg maar, naar een show. Ja. Naar een hardcore show. En dan werd er flissig gemorst. En dan stond hij er ook tussen van, oeh, wat gebeurt hier? En had hij een interview met Maroon en hadden ze allemaal van die ski masks op in het zwart, onherkenbaar. Ja. Dat was wel heel komisch. Maar dat ging ook over het veganisme en ook over het dierenrechtenactivisme. Ja, maar ik zou niet weten wie je bedoelt. Nee, maar ik ga het even opzoeken. Ik weet bijna wel zeker dat je die gast wel kent. Want hij doet volgens mij nu wel bij BNN, is hij ook wel een presentator. Ik weet even zo zijn naam niet. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om deze band. En dit is Maroon. Reach the Sun. Hele fijne metal herrie. Go! Yeah, Maroon hoorde je. Reach the Sun van The Cold Heart of the Sun. En die plaat is volgens mij ergens 2008, 2009 uitgekomen via Century Media Records. Goed, mijn World Vegan Month, vegan metal herrie, hardcore herrie, special uurtje zit er weer op voor vanavond. Bedankt voor het luisteren. En zoals ik al zei, hou hem bij Delta FM. Want zometeen dan is er nog een uur Black Money Radio. Via deze weg ook nog even aan de collega DJ homies van Black Money Radio. Bedankt dat ik weer van dit platform gebruik mocht maken. Voor mijn speciale boodschap deze avond. En de fijne herrie die daarbij hoorde natuurlijk. Voor meer informatie kijk even op veganisme.org. Het is allemaal in het Nederlands. Niks moeilijks aan. En kijk gewoon even in de supermarkt. Dat is genoeg. Ik zal het hierbij laten. Ik heb nog een nummer. En daar kan nog wel een klein stukje van. Deze is ook huidig van tegenwoordig. Van een demo uit 2016. Dit is de band XLGX. Met het nummer Crimson Dawn. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Bedankt voor je aandacht. En hou hem hier bij Delta FM Black Monday Radio.
Monday. Delta FM met het nieuws.